3 jaar geleden kwamen wij voor de keuze te staan. Waar gaan wij heen met ons bedrijf? Wij hadden melkvee en vleesvarkens. Wij hebben ervoor gekozen de vleesvarkenstak af te stoten, ons te specialiseren op het melkvee. En wij hadden voorheen 960 varkensplaatsen in de stal. We kwamen op het moment van er moet beslist worden voor eventuele luchtwasser of een dergelijk systeem. De welzijnseisen zouden de varkens op een grotere ruimte moeten. Dat is eigenlijk de reden van, dan ga je een hoop geld investeren in een luchtwasser. Je mag de plaats dadelijk van 900 varkens erin, nog maar 600 varkens erin. Dus dat was niet echt positief naar ons idee. Wij hebben daarom zelf eigenhandig de vleesvarkensstal alle inrichtingen eruit kunnen halen. Een nieuwe inrichting erin kunnen maken. Kunnen moderniseren om onszelf op de toekomst vooruit te kunnen. Wij zijn in eerste instantie begonnen met de melkrobots. Dat was al makkelijk met de verbouwing zelf. Dan kon Jolanda na de ochtend eigenlijk meer voor de koeien zorgen. Dan kon ik mijn eigen op de bouw een beetje richten. En er is nog een tweede robot en er is een derde robot al bijgekomen. En de voerrobot scheelt erg veel in tijd. Hier staan we voor in de oude varkensschuur. Er zijn 2 melkrobots van de Laval geplaatst. Met een wachtruimte voor de ophaalkoeien. De derde robot hebben wij in de oude melkstal van de leegboksenstal geplaatst. Waar de groepversen en attentiekoeien op staan. We hebben van de stal een 2+1 stal kunnen maken. Met een dichte vloer erop met een vaste schuif. De varkensstal hebben wij eerst alle binnenwerk uit de putten moeten halen. In plaats van allemaal dwarsmuren zijn het allemaal in de lengte muren geworden. Er is een nieuwe roostervloer opgekomen, een dichte vloer met een afschuifsysteem naar achteren. Omdat we toch met een vrij ondiepe put in de varkensschuur zaten. Eigenlijk te ondiep voor melkvee. We hebben hier gekozen om de spanten op de oude spanten te zetten. Dat had als groot voordeel dat we de doorhoogte van de zijkant naar 4 meter hoogte konden brengen. Om toch een grotere volume in de stal te kunnen krijgen. In het stalgedeelte hebben we de isolatie van het oude varkensschuur allemaal blijven zitten. We hebben voornamelijk de zijmuren eruit gehaald. Een flinke open nokker opgemaakt, ook voor licht. Omdat we in een toch vrij brede stal, ook in het midden van de stal, voldoende licht willen hebben. We hebben 3 nokken in de stal, 3 tafelnokken. De ventilatie in de stal is naar ons idee best goed. We kunnen de zijkanten ver openzetten. Wij hebben eigenlijk niet echt het idee dat de stal wat lager is, dat daar de ventilatie echt minder om is. We zullen misschien wel merken dat het in een zomerdag met extreem heet weer misschien net ietsje warmer is. Maar in de winterdag met extreme kou zullen we misschien iets minder last van hebben. Wij hebben gekozen voor een voerrobot om een extra rij lichtboxen in de stal te kunnen maken. En toch een redelijk brede pad achter het voerrek en tussen de lichtboxen te houden. Hadden we aan een voergang van 2 meter breedte ruim voldoende. Via internet googelen naar voersystemen en toen kwamen we eigenlijk op TKS uit. En die hebben ook weer een film erop staan. En die zagen we werken. En daar hebben we eigenlijk nog geïnformeerd en gaan kijken. En dat was eigenlijk de beslissing was qua de voerrobot heel snel genomen. Die hebben we eigenlijk heel snel genomen. In de oude stal hebben we nog een vrij brede voergang. Dan kan de voerrobot die kan daar toch aan 2 kanten voeren door de dubbele hangbaan. Wij hebben gekozen voor 2 grote bunkers om het gras en het mais eigenlijk maar 1 keer in de 3 dagen te hoeven vullen. Hier heeft hij dan mengt hij ook stro erbij en bietenpulp. Hij voert nu op het moment 3 rantsoenen. Eentje voor de verse koeien. En eentje voor de droogstaande koeien en een gedeelte voor jongvee.
Het jongvee voert hij 3 keer op een dag, de droge koeien voert hij 2 keer op een dag en de melkkoeien die voert hij 9 keer op een dag. Wij hadden voorheen een 2x6 visgraad melkstal. We zaten toen al een productie van 8.500 kilogram melk ongeveer. En die zit nu ongeveer op een 9300 kilogram melk per koe. Dus dat is echt een flinke vooruitgang door het en vaker melken en het vaak voeren. En wij melken op het moment ongeveer 120 koeien. Dus met ongeveer een stuk of 10 droogstaande koeien op het moment. Wij hebben een 80 stuks jongvee. En de bedoeling is door te groeien dadelijk naar 210 koeien.